Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking in de omgeving van Nederland. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd ook wat lichte regen. En in sommige plaatsen ook een klein beetje natte sneeuw. Maar de neerslaghoeveelheden zijn allemaal zeer beperkt. En zullen ook alleen maar minder worden. De computerprognose laat dat ook mooi zien. Er valt hier en daar wat lichte neerslag. Er zit af en toe een vlokje sneeuw tussen. En tegelijkertijd zien we vanuit het oosten koude lucht terrein winnen. Die koude lucht gaat winnen, de neerslag gaat verdwijnen. En morgen breekt dan de zon door. Het volgt is een koude periode met overdag temperaturen rond nul. En in de nacht gaat het licht en op sommige plaatsen ook matig vriezen. Echt een beetje winterweer met een stevige oostenwind die het voor het gevoel ook een heel stuk kouder maakt. Voor de komende avond betekent dat dat er in de zuidelijke helft van het land af en toe wat lichte neerslag valt in de vorm van motregen en op sommige plaatsen ook een klein beetje mot sneeuw. Echt wit zal het waarschijnlijk niet worden bij temperaturen over het algemeen nog boven nul. In de nacht vriest het in het Noordoosten matig met min 5. Klaart het ook op. In het zuiden kan nog wat lichte neerslag vallen. Blijft het aan de bewolkte kant. En in het uiterste zuiden blijft de temperatuur ook net boven nul. Dan morgen een dag waarop de neerslag verdwijnt. Het droog wordt dus ook in het zuiden van het land. En waarbij van het noorden uit de zon doorbreekt. In het noorden wordt het min 1. Daar blijft het dus licht vriezen. In het zuiden temperaturen nog iets boven nul. Overigens voor het gevoel is het kouder dan deze cijfertjes. Want er staat een matige oostenwind. En dat betekent op veel plaatsen dat de gevoelstemperatuur echt dik onder Nul licht. Dan naar de donderdag en de vrijdag en de zaterdag. Er verandert heel weinig. De zon schijnt geregeld. Er is geen neerslag en in eerste instantie liggen de middagtemperaturen rond het vriespunt. In het weekeinde komen ze iets hoger uit, maar in de nacht blijft het licht en soms zelfs matig vriezen. Lange termijn, temperaturen lopen voorzichtig wat op, vooral overdag, want vorstkansen in de nacht blijven tot ver in de volgende week bestaan. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl